Oké, voor vandaag ga ik u dus wat oefeningen laten blazen. U mag door dit mondstuk ademen met een klem op de neus. Voor iedere oefening leg ik precies uit welke oefening u mag blazen. En tussen het blazen door ga ik u een beetje aanmoedigen. En als u tussendoor denkt, ik wil heel eventjes wat rustig ademen, dan mag u gewoon wat rustig ademen en het mondstuk even uit de mond halen. Zit u er zo goed voor? En dan krijgt u de klem op de neus. Goed rechtop zitten. En dan gaan we bij de eerste oefening gaan we diep inademen en zo hard als u kan leegblazen. Probeer maar een keer. Heel diep in. En uit. Blijven blazen. Blijven blazen. En heel snel in. En weer rustig verder ademen. Keurig. Even ontspannen. Even op adem komen. Nou, alle oefeningen herhalen we vaak een keer of twee. En dan pikken we de beste ertussenuit. Kan u alweer een keertje verder? Daar komt hij nog een keertje. Heel diep in. Heel diep in. Heel diep in. Diep, 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 diep. En uit. Blijven blazen, blijven blazen, blijven blazen. Helemaal leeg. En probeer eens heel snel in. En haal hem maar eruit. Zo, die laatste was echt keurig. Meneer De Wit is erachter gekomen dat hij dus eigenlijk steeds minder kan. Hij heeft als hobby zijn groentetuintje. En vervolgens ziet hij dat hij dus gewoon niet meer zijn groentetuintje kan onderhouden. Zelfs het naar het groentetuintje toe gaan wordt al een probleem. Dus vanochtend begon hij met een uitgebreid longfunctieonderzoek. Nou, de longfunctieafdeling binnen ons ziekenhuis is een afdeling waar een aantal laborantes werken. Waaronder dus Verdi, dat is het hoofd van de longfunctieafdeling. Nou, dat is een team wat enorm goed op elkaar is ingespeeld. Iedereen is zeer gemotiveerd om patiënten tot het uiterste te laten gaan wat betreft longfunctie. Dus je ziet ook dat Verdi met heel veel, hij coacht bijna de patiënt door het proces heen en laat de patiënt ook echt tot het gaatje gaan, zeg maar, zo ver als de patiënt kan. Bij deze meting zijn we de zuurstofopname aan het meten. Dan willen we weten of de lucht die in de kleine longblaasjes komt, of daar voldoende zuurstof uitgehaald wordt in het bloed. En dat is dus eigenlijk wel de belangrijkste functie van de long, de gaswisseling. Want je wilt voldoende zuurstof opnemen en voldoende kooldioxide af kunnen blazen. En dat zegt deze meting dus. Nou, bij die oefening mag u eerst uitblazen, daarna heel diep in en dan de adem 10 tellen inhouden. En daarna nog een keer uitblazen. En dan kan ik dus zien inderdaad wat de gaswisseling of de zuurstofopname van de long is. Oké, even rustig doorademen. Blaas maar rustig heel ver uit. Helemaal leeg, helemaal leeg, helemaal leeg. Maak de longen leeg. En diep in. Heel hard, diep, 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 diep. En inhouden, keurig. 7 tellen nog. Hou binnen. Nog 5, 4, 3. 2, 1 en erin blazen. En haal hem er maar uit. Keurig. Is het niet te vermoeiend? Nee? Oké, prima. Je kunt het scoren in groen, geel en rood. En rood is high risk. Geel is medium risk en groen is normaal. Nou, en wij scoren dus de patiënt en zien dus of die in een medium risk of high risk scoren. En dat doen we niet alleen bij de longfunctie, maar dat doen we dus ook met het echo van het hart, met het NT-proBNP, dat is bloed wat we afnemen en allerlei andere waardes. En alles bij elkaar komt dan tot een functionele klasse. Dat is de New York Heart Association's klasse 1 tot en met 4. En als een patiënt tussen de 2 en de 4 zit, mogen wij patiënten behandelen met pH-gemodificeerde medicijnen.